Welkom bij Klein. Ik heb vandaag bij me een Edel compact camera. Echt een hele mooie, misschien wel de beste van alle compact camera's. Het is de Sony RX100. Wauw, lekker spelen. Nou, dan gaan we nu uitpakken en kijken wat er allemaal bij zit. Uiteraard bovenop de nodige boekjes. Ja hoor, handleiding. Keurig geprint, zoals bij Sony altijd. Accessoire boekje. Acties van Sony, alles erbij. Dan hebben we daar het snoepje van de week. RX100, super klein, maar wacht maar tot je hoort wat hij allemaal kan. Voedingskabel. Voedingsadapter. Aan de ene kant gaat de voedingskabel erin. Aan de andere kant gaat daar een USB-kabel in. En die gaat dan weer naar de camera. Dus je laat de accu in de camera op. Hier hebben we die accu. Dan heb ik hier zo twee lusjes. Als je de mooie, luxe, originele draagtas erbij koopt met de originele leren draagriem, dan bevestig je die aan de camera met deze twee lusjes. En natuurlijk zit er bij de camera ook een riem, een polsriempje, zodat die niet op de grond kan vallen. Dit is wat Sony meelevert als je gaat voor die prachtige RX100. De specificaties van deze RX100. En er zijn meer RX100's. Je hebt een hele familie. Je hebt de RX101, RX102, RX103. En ze zijn allemaal net even anders. En ze zijn alle drie courant. Nou, we hebben hier de RX101. Wat zijn de specs van die RX101? De RX101 heeft een 20 megapixel 1 inch beeldsensor. Dat is een beeldsensor die is niet zo groot als in de spiegelreflex. Maar wel 10 keer groter dan in de gemiddelde compactcamera. Dus betere beeldkwaliteit. Want hoe groter de sensor, hoe mooier de foto's. Een 1 inch sensor heeft een diagonaal van 1 inch. En dat is dus echt een klap groter dan beeldsensoren in alle andere luxe compactcamera's. Laat staan in die broekzak of superzoom camera's. Dus ontzettend goede beeldkwaliteit. Die sensor is extreem lichtgevoelig. Het is een van Sony's bekende Exmor beeldsensoren. Dus in alle situaties met weinig licht op hoge ISO's presteert hij ook nog een keer erg goed. Met een resolutie van 20 megapixel kun je in alle gevallen nog een uitsnede maken voor als je meer zoombereik wil. Zoombereik heeft de camera uiteraard ook. Het is een optische zoom op van ongeveer 3,5 keer. 3,6 maal optische zoom heeft hij. En dat heeft een lichtgevoeligheid van 1,8 als je niet inzoomt naar 4,9 als je wel inzoomt. Nou, het zoombereik van 3,5 is niet schokkend. Je hebt ook camera's die zoomen 50 keer in. Maar dan gaat die lichtgevoeligheid niet. Dus vandaar wat minder zoom. Omdat die 1,8 is, die lens. Omdat die zo gevoelig is. En ook omdat die sensor zo groot is, heeft de camera wat minder zoom. Maar het is wel allemaal ontzettend klein. Dan gaan we kijken naar de beeldsensor. Want er zit nog een speciaal trucje op. Deze camera beschikt over de zogeheten clear image zoom. Waarmee je het zoombereik twee keer kan vergroten. Het is een soort van digitale zoom, maar het werkt net even anders. Je behoudt in principe wel je beeldkwaliteit, wat bij gewoon klassieke digitale zoom vermindert. Hier niet het geval. De camera filmt in Full HD. De camera heeft Sony's bekende optische steady shot, die dus bizar goed is, zodat je ook met wat langere sluitertijden gewoon uit de hand kan schieten. En het schermpje achterop, waar je alles ziet, is een extreem helder schermpje. En een schermpje met maar liefst 1,2 miljoen pixels. Dus dat schermpje is bizar scherp. En het is bizar helder. Dus in de volle zon kan je best goed zien wat je doet. Als je nu denkt, ik zie geen flitsertje. Nou, die is er wel. Die zit hier aan de bovenkant verstopt. En zodra die nodig is, plop, springt die eruit. Dat is wat er aan specs in deze camera allemaal zit.